Van harte welkom bij de podcast. Ik ben Marco, wie ben jij? Vandaag zijn we met de e-com elite, Paul. Van harte welkom. Dankjewel Marco, fijn om hier te zijn. Zeker. En natuurlijk ook de meester in e-com onder begeleiding op dit moment van Paul. Mohammed, van harte welkom. Dankjewel om hier te zijn. Ja, zeker man. Kijk, ik als jonge ondernemer begon toen ik, even kijken, iets van 23 jaar was. Ik was al experimenteren en ik ging dan maar knoflookpersen inkopen bij Bol en dan verkopen. Had ik misschien wat stuks verkocht en Bol.com die vraagt dan heel veel geld, dus ik had heel weinig over. Misschien een paar eurotjes winst, weet je wel. Mm-hmm. Maar ik kan me moeilijk voorstellen vanuit die positie, hoe kom je op 99k in een jaar? Mohammed is van 0 naar 99k omzet, toch? Gegaan. Ja, zeker. Vanaf 0. Ja, hoe is dat gegaan? Misschien wil Paul beginnen en dan gaat Mohammed... Ja, we kennen elkaar ongeveer nu, ja, het is nu januari. Een jaar geleden zijn we begonnen, denk ik. Zijn we gewoon in contact geraakt via Instagram. Ja, klopt. Toen moest ik haar een beetje overhalen, nog in de DM, volgens mij. Hoe ging dat? Mohammed stuurde een berichtje? Ik weet niet meer precies hoe dat ging. Misschien van Mohammed. Ik stuurde een berichtje, dus toen hadden we een call ingepland. En we gingen een call inplannen en toen was ik met hem aan het bellen via Zoom. Ja. En vragen stellen hier en dat, snap je. Ik vond hem het vertrouwste van alle anderen die ik had benaderd. Dus uiteindelijk had ik gewoon... vertrouwen erin, ik wil gewoon alles erop, alles geven. Ja. Dus ja. Want wat wilde jij toen bereiken met e-com? Had je dit voor ogen, 99k, of wat was toen je idee? Nee, het gaat niet zo snel, maar het is vooral om financieel vrij te zijn. Gewoon om vrijheid te creëren waar ik gewoon alles kan doen waarbij ik zelf mag beslissen wat ik ga doen. Dus, ja. En wat sprak je aan Paul dat je dacht, deze gast vertrouw ik het meest van al die anderen? Ja, zou me helpen met Bol.com en ook met Shopify. Ja. Op een gegeven moment gewoon echt een brand opbouwen. Dus en daarvoor heb ik gewoon de stappen die hij mij had uitgelegd, gewoon aan het begin in de call. Ja. Dat had mij gewoon overgehaald en op een gegeven moment, dan gewoon erin gaan. Ja, oké. Dus dat soep alle day. En... Ja, dat is ook wel grappig, want eigenlijk vorig jaar januari ben ik pas echt consistent gaan posten op Instagram. Ik heb het eerst eigenlijk alleen Facebook als side hustle coaching gedaan. Mm-hmm. En ik had destijds niet heel veel volgers. Maar wel veel klantresultaten, denk ik, en eigen resultaten. Ja. Ik denk dat Mohammed daardoor vooral is begonnen. Dat hij niet keek naar, hij heeft misschien iets minder volgers dan een Joshua Kaats of een grotere gevestigde naam. Ja. Maar hij zag dat het vertrouwelijk overkwam en de één op één, denk ik, dat wel belangrijk, belangrijk is geweest. Ja. En welke stappen gaf je hem als beginner in de e-com? Toen... Ja, eerst gingen we natuurlijk kijken van, hoe kunnen we met zo min mogelijk kapitaal beginnen destijds. Ja. Gewoon producten zoeken, zoveel mogelijk producten plaatsen. Omzet maken. We hebben alleen op omzetverhogende factoren gefocust. Dus ja, producten maken je omzet, titel, omschrijving, foto's. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de vier dingen die we constant week in, week uit beter hebben gedaan. En blijven herhalen die zorgen voor zo'n resultaat als bijna 100k per jaar, zeg maar. Vanaf nul. Ja. In 12 maanden tijd. Gaaf. Dus Mohammed, toen was je 20 dan vorig jaar? 20 jaar. Klopt, op een gegeven moment toen ik erin ging. Ja, dat is knap, weet je wel. En Paul, jij bent 23. Of? Ja, ik ben 23. Ja, ben 24, respect hoor. Ja, zeker. We timmeren aan de weg. En ik denk dat bij Mohammed ook wel, dat je ziet van, natuurlijk, ik heb 160 mensen begeleid de afgelopen 3 jaar. Hm. Maar ik zie dat echt net als bij hem en bij Jardel, die een 200k in 2 maanden hadden gedraaid. Want hij stelde veel vragen, weet je wel. Hij was hongerig. Ik denk dat hij wilde gewoon heel graag iets bereiken. Ja. En het was niet zo dat je alleen geld erin stopte, toch? Nee, klopt. Het geld boeide mij eigenlijk niet eens meer. Dus ik wil gewoon bereiken wat ik wil bereiken. En ik wil niet als een of ander snapje achter iemands rug aangaan om te gaan werken voor geld. Dus ik heb gewoon gekozen om voor mezelf te zijn. Ik was ook vanaf mijn 18e was ik al aan het experimenteren van alles en nog wat. Dus ik heb ook altijd hard gewerkt voor mijn cent. En, uiteindelijk ja. En wat voor... Ja, op een gegeven moment kom je gewoon op een punt waar je gewoon... wat voor jezelf wil hebben. Dat was bij mij in ieder geval gekomen. En daarvoor ga ik gewoon. Maakt niet uit wie komt. All in. Ja, respect. Gewoon die doorzettingsvermogen. En voor niets uit de weg gaan. En welke vragen stelde je Paul dan allemaal? Of onder andere? Van alles. Ik wist nog weinig van hoe ik van alles moest doen. Dus... alleen maar appen, elke week een call, dus van alles gewoon, weet je. Ja, wat Paul zei, productomschrijving en dat soort dingen. Klopt. Hij helpt mij daarmee titels, mooie zoekwoorden vinden waar de klanten naar zoeken. En lifestyle foto's, productfoto's. Dus om gewoon de klanten
de vertrouwen te geven van dat het product gewoon goed werkt. En, ja. Ja. Cool. Een aankoop te laten doen. Gaaf, ik wil straks voor mezelf en ook voor de kijker er iets meer naartoe gaan naar het deel dat je een paar maanden bezig was en dat je in één keer dingen zag veranderen, weet je wel. Dat er meer omzet bijvoorbeeld kwam of door de aanpassingen die je maakte met onder andere de tips van Paul. Maar voor nu wil ik weten, hoe ziet een dag in het leven van een e-com master eruit? Nou ja, dat verschilt natuurlijk. Kijk, ik weet gewoon als ik op een call ben en ik ben met Mohammed op een call, dan weet ik. Hij heeft al uren erin gejast, zeg maar. Ja. Ik weet al, hij heeft gewerkt. En natuurlijk is het heel erg, wat je op social media ziet, lifestyle verkopen. Maar het is ook zeker wel dat we heel veel tijd erin steken. Zeker als we hier zijn, dan zijn we alleen maar daarmee bezig. Ja. Dus zelf verbeteren of leren of ontwikkelen, et cetera. Dus het ziet er van de buitenkant heel mooi uit natuurlijk. Dat verkoopt ook goed natuurlijk. Maar het wordt ook hard gewerkt achter de schermen zeker, altijd. Zeker. Ja. Oké, dus is dan, hoe laat begint een werkdag? Hoe eindigt een werkdag voor jou? En dan straks ja, voor mij is het nu wel iets relaxter. In Nederland sta ik op rond 8 uur. Dus en mijn dagen eindigen om 9 uur vaak. Tussendoor sport vaak wel even een uur of twee. En ja, mijn dagen zien er vooral uit, vooral mijn team controleren. Dus ik heb veel dingen uit handen gegeven. Qua sales, marketing, et cetera. Voor e-commerce, maar ook voor coaching. Dus die moet ik allemaal aansturen, trainen. En mijn missie een beetje dit jaar is om van hustler, zeg maar, zoals Mohammed is, van gewoon rammen en gewoon 100k per jaar draaien naar CEO te gaan en echt mensen aan te sturen en verder te helpen. Er komen wat andere taken bij, omdat je niet alles meer zelf gaat gaan doen, zeg maar. Oké, gaaf. En hoe ziet een gemiddelde dag als e-com master voor jou eruit, Mohammed? Ja, ik heb gewoon een normale dag. Ik begin gewoon om... ik sta op om 6:30. Ja, dan een koud douche nemen, dan... ga ik mijn training doen en trainen, dan kom ik op een gegeven moment thuis dan gelijk aan de slag, om eerlijk gezegd te zijn. Gewoon, Chinese leveranciers benaderen in de ochtend, omdat ze... Ja, zeker, klopt. Dat is ook iets belangrijks, anders ze gaan ook niet tegelijk snel reageren, snap je? Wat snel reactie en dat ook. En dus ik lees ook een boek gewoon, een boek wat me gewoon mentaal sterker kan krijgen. En gewoon kan ook bepaalde informatie eruit halen, wat gewoon ook fijn is om mee te nemen. En op een gegeven moment ga ik gewoon achter de laptop en het werk verrichten wat ik normaal moet verrichten. Gewoon doorgaan. Ja. Content maken, de producten en zo, foto's, editen, video's editen, beschrijvingen maken. Ja. Gewoon met andere mensen, concurrenten ook vergelijken wat ik beter kan doen als hen. Ja, dat kun je ook allemaal terugvinden in reviews bijvoorbeeld. En, heel duidelijk. Dus, dus heel de dag door eigenlijk. Ja. Wat ik denk ook wel grappig is, dat bij Mohammed, als ik met hem in call zat, nou, vaak doe je dus met scherm delen, dus kijk ik gewoon mee van, wat heeft hij gedaan? En hij had nog een hele oude laptop, dus hij draait bijna 100k per jaar en hij had nog een oude laptop die hij gebruikt. Maar nu had hij voor de belasting vorig jaar een nieuwe laptop aangeschaft, dus dat vond ik wel grappig om aan te zien. Ja, dat is heel goed nieuws, ja. Maar dat bewijst ook weer, dus je gaat roeien met de riemen die je hebt, dus wat je hebt, daarmee doe je het. Klopt. En dat is niet een excuus om meer of minder te doen. Nee, zeker. Excuses zijn niet voor mensen die wat willen bereiken, weet je. Ja. Paul, wanneer zag jij verandering bij wat Mohammed aan het doen was, waardoor hij uiteindelijk bij die 99, bijna 100k omzet in een jaar kwam? Ja, redelijk snel. Hè? Je had wel redelijk snel resultaten, weet ik nog. Toen hadden we wel even tijds terugval. Met dat die store in het begin gesloten werd. Dus die store werd even gesloten. En dat is na een x-aantal bestellingen wel vaker bij Bol. En we moesten even een nieuw plan maken van, hoe gaan we het aanpakken zodat je store niet voor altijd gesloten wordt. Want ja, je weet, als die store gesloten is, dan houdt het bol.com verhaal in ieder geval op. Ja. Dus dat was denk ik wel een belangrijk moment dat we andere methoden gingen toepassen en echt inkopen. En ik weet niet of we toen al gelijk met Service Point zijn gegaan. Ja, of later. We waren gelijk Service Point gegaan, want ik kwam gewoon meer dan 10 bestellingen of zo op een dag. Dus. Ja. En ik wil gewoon meer tijd besteden aan mijn business gewoon, dat ik meer producten kon testen en zoeken naar wat goed werkt. Dus anders, dat is ook iets wat tijd... Dus je zegt, er kwamen op een gegeven moment meer dan 10 bestellingen binnen. En je benoemt, er waren service points nodig. Stel, de kijker die is nog aan het onderzoeken over e-com, die weet niet wat service point is. Service points is een fulfillment die gewoon de pakketjes, de bestelling die je ontvangt, ontvangen hun, zeg maar. En hun pakken hem voor jou in. Dus voor een beginner... als je niet zoveel bestellingen ontvangt, kun je ook gewoon vanuit huis zelf
inpakken en opsturen. Dus, ja, dat is wel grappig. Want dat heb ik zelf ook gedaan in het begin. Met mijn bolstore gewoon zelf de postbode zijn. En jij hebt dat in het begintijdje ook gedaan. Dat je retour, et cetera, wegbracht, et cetera. Dus hij ging zeg maar van postbode ging hij meer naar ondernemer. In ieder geval, ja, natuurlijk was hij nog steeds ondernemer. Maar hij had in ieder geval het producten, logistieke proces uit handen laten nemen door een externe partij. Waardoor hij dus meer tijd had voor producten zoeken, dingen verbeteren en meer omzet draaien. Ja, oké, dus de rol van de postbode die ging je dan niet meer doen. Die heb je dus uitbesteed. Ja, die heb je door een ander laten doen. Ja. Fulfillment, ja. Fulfillment. Ja, delivery points, oké. En bij welke maand was het voor een half jaar? Want je zegt, er kwam best wel snel verandering in, want Mohammed paste alles snel toe. Was dat op een half jaar dat je dacht, oh, Mohammed die gaat gewoon, weet je wel, door het dak heen? Ja, of wanneer kreeg je dat gevoel? We gingen al wel, denk ik, wanneer bij onze podcast vorig jaar? In juni of juli? Ja, in de zomer? Toen zat hij al op 12, 15k per maand. Dus toen had hij al wel die 10k per maand grens die iedereen op social media roept bereikt, zeg maar. Ja. Sorry, hoeveel is de maand? Ik denk dat... Ja, jij weet misschien beter, maar... Ik denk nou al... Ja, die eerste 5 maanden, zeg maar, die 5e maand, zeg maar, toen met als het goed is, 5e maand, als het zo goed is. Hoe voelt dat om de eerste 10k om aan te tikken bij in de 5e maand? Ja, het is gewoon, hoe moet ik dat zeggen, je krijgt gewoon een gevoel, gewoon level up, weet je. Dus het is niet iets van, het werkt niet, het werkt gewoon. Je moet gewoon tijd erin steken en het kan zo hoger worden. Het gaat op een gegeven moment 100k per maand, dat kan zo. Ja. Dus het kost gewoon bloed, zweet en taal. Ja, wat willen jullie nog zeggen? Nu we richting einde van deze korte podcast gaan, is er iets over e-com of als tip of meer over jezelf? Nou ja, we hebben natuurlijk besproken heel mooi dat we van 0 naar 100k per jaar in een jaar zijn gegaan met Bol. Ja, nu zijn we ook met andere dingen bezig, toch? Amazon is Mohammed nu langzaam ook zelf aan het opzetten, echt zonder mijn hulp ook. En Shopify zijn we nog steeds producten aan het testen. En ik denk ook dat het goed is om te belichten dat... Ja, dat liep wel een beetje af en toe met producten, Shopify. Maar nog niet richting die winstgevende 10k per maand nu. Ja. En dat zijn wel echt de volgende stappen voor Mohammed. Om niet alleen afhankelijk te zijn van Bol. Dus om een stabiele 10k per maand te draaien. Maar hoe kan je dat verder groeien op Bol? Maar hoe kan je dat ook op Amazon doen? En hoe kan je dat ook op Shopify doen? Zodat hij echt meerdere inkomstenbronnen kan creëren. Ja, klopt. Handig, ja. Waardevol. Ja, dat is even aan het werken, ja, klopt. Ja, dat is waardevol. Mohammed en ik hadden het net erover van podcasts doen, video's opnemen, editen. En hij zegt, dan haal je waardevolle stukken eruit. En ik denk, er zitten hier heel veel waardevolle stukken in voor mensen die nog aan het onderzoeken zijn, maar ook nieuwsgierig zijn, hoe is dat proces? Weet je, wat gebeurt er in grote lijnen en hoe kom je uiteindelijk... Ja, en je leert van Mohammed, ook Paul bevestigt dat, jij doet gewoon het werk. En je deinst er niet voor terug. Nee, klopt. Dat is heel mooi. Wil jij nog iets delen over waar je dit naartoe ziet gaan, nu je al dit hebt aangetikt, bijna 100k in een jaar? Ja, hoe ik mijzelf nou zie is gewoon harder werken en mijn dag goed inplannen, weken, maanden. Gewoon zodat ik weet wat ik moet doen, snap je? Ik ga niet zonder hersens ergens aan werk, snap je? Dat is ook iets wat ik heb geleerd. Ik moet wel weten wat ik ga doen op een dag, want er zijn gewoon veel dingen die gedaan moeten worden. En dat kan je niet allemaal in één kop opslaan, snap je? Ja. Ook als je met ideeën komt opschrijven, want op een gegeven moment ga je afhaken, kom je weer met een idee. Dus wat ik ook aan mensen aanraad, gewoon schrijven wat je wilt en niet blijven nadenken, gewoon doorgaan. Ja. Stap voor stap dagelijks. Dat is niet jouw doel. Dat is mooi gezegd, Mohammed. Dus inderdaad, uiteindelijk wordt het ook helderder, des te meer je bezig bent. Oh, ik kan dit nog doen, dat nog doen. Dan wordt het te veel en dan ga je inderdaad niet zonder hersenen, zoals je zegt, aan de slag. Maar je blijft wel doorknokken, maar je gaat wel even misschien opschrijven van, hey, ga hier gewoon mee aan de slag. Vink het misschien af. Ja, zeker. Dan... Klopt. Dan kom je sneller aan waar je wilt zijn. Ja. Ja, ik denk ook dat jij echt heel erg die mindset hebt. Van, ik krijg natuurlijk heel veel studenten die dan wel eens na een tegenslag... Ja, we krijgen allemaal tegenslagen in life in ieder geval. En jij zat, ik hoefde jou niet te coachen op mindset aspect. Omdat hij was al die rammer die... Hij snapte al hoe je moest denken om x resultaat om 100k of 1 miljoen per jaar bijvoorbeeld te draaien. Hij heeft al die mindset, zeg maar. Ja. Dus daarin hoefde hij
ik hem niet te coachen. En dat scheelde wel heel veel voor het resultaat. Ja, gaaf. Top. Goed, en waar denk je dat de mindset vandaan komt? Om af te sluiten. Waar het vandaan komt, ja. Ik denk dat het gewoon in het bloed zit. Ja. Nee, maar ik denk gewoon, ja, het is gewoon doorgaan, weet je. Ja. Ik ben de oudste thuis, zo zie ik het. Ik ben de oudste thuis, ik heb een broertje, zusjes. Snap je? Dus ja, dus... Hoeveel broertjes, zusjes? Ik heb 2 broertjes en een zusje. Mooi, ja, voorbeeld. Ja, ik ben de oudste thuis, dus ja. Ja, dus we moeten het gewoon laten lukken, weet je. Ja. En ik merk, iedereen kan natuurlijk het in hun bloed hebben zitten om, weet je, helemaal gas te geven en ervoor te gaan. Ja. Ik voel dat ook, zeg maar. Mijn ouders komen uit Bosnië, dus ik voel, weet je wel, zo'n strijdmentaliteit. Paul ook, de moeder uit Wit-Rusland. Ja, dus we hebben allemaal, alle drie wel. Weet je, en was het bij jou de afkomst? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Ja, mijn ouders komen uit Marokko. Ja, is dat Berbers of Arabisch? Beide een beetje. Oh, interessant. Amazigh ook. Amazing. Weet je, maar dat is gewoon mooi te benoemen en iedereen kan dat gebruiken in hun voordeel, weet je. Of je nou Belg bent of Nederlander, ja, misschien zit het ergens in je bloed of in je familie. Ja, dat geeft die extra push ook. Ja, ook wel om trots te maken, denk ik, richting je ouders ook wel. Dat zou ook mooi zijn, ja. Als je hem trots kan maken en gewoon kan laten zien dat je het gewoon te laten lukken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor hen. Dus ook misschien voor de mensen om je heen. Dus, dat is een grote drijf en dat wil ik ook aan de kijker vragen. Wie wil jij trots maken met datgene wat je vandaag aan het doen bent? En stel je bent ergens niet trots en je denkt ik kan meer. Waar wil je dan naartoe? En vanaf welk punt denk je dan dat niet alleen jij op jezelf een beetje trots bent? Je bent natuurlijk ambitieus, dus je wil altijd verder. Maar wie ga jij trots maken? Dat is de vraag voor deze podcast. Dankjewel. Dankjewel, Mark. Dankjewel.